En dat ze mooie foto's maken allemaal. Komt goed. Dus voor jullie is er nou eerst Ranja met een taartje omdat het feest is. In samenwerking met de gemeente Almelo, Kogaas, Waterschap, Beter Wonen en Sint-Jozef een geweldig project hier gedraaid op de Stepschool in het Nieuwstraatkwartier, namelijk Junior Energiecoach. Het is een heel mooi project waar we de jeugd bewust laten worden van energie en alles wat daar omheen hangt. 5 weken lang zijn we met groep 5, 6 en 7 aan de slag gegaan met verschillende thema's. Bijvoorbeeld de lampen, wat voor soort lampen zijn er, welke zijn de energiezuinig, laat je onnodig lampen branden. Ik kreeg ook een opdracht mee naar huis, dat ze af en toe, als het nodig was, de lamp niet onnodig moesten laten branden. Dus er waren hele leuke taferelen dat ze, als hun ouders in de kamer zaten, dat ze dan de lamp uitdeden, want het was zuinig, zeg maar, besparing. We hebben het gehad over stekkers. Laat niet onnodig stekkers in het stopcontact zitten, opladers. Bijvoorbeeld een foto, moest je de kachel laag zetten, moest je een warme trui aan of een jas. Mooi. Wat denk je, wat zou erin zitten? Een trui. We hebben 35 kinderen die mee hebben gedaan hier binnen de stepschool. Dan hebben we 8 kinderen die mee hebben gedaan vanuit het Meester Sieblinkhuis. Die hebben dat met een groep opgepakt. En dan hebben we nog een aantal die zich via de site van Junior Energiecoach, dus die kinderen die niet op de stepschool zaten, ook 8 kinderen in Almelo, die hebben dus via het internet meegedaan. En al die kinderen waren hier vandaag en hebben hun diploma behaald. 5 minuten douchen bespaart heel veel. De verwarming een graadje lager zetten bespaart heel veel. Nou, allerlei dingen hebben we met ze doorbesproken. En toen gaven ze zelf aan van, we vinden dit toch best pittig. En kunnen we het ook nog wat interessanter maken. En toen hebben ze eigenlijk zelf bedacht van, wij willen wel als energiecoach op pad. Om bij verschillende gebouwen in Almelo te gaan kijken of zij daar goed omgaan met energie. En hebben we gisteren voor het eerst gedaan. Ben ik met een groepje kinderen naar het politiebureau geweest. En hadden ze allemaal het labeltje op, Junior Energiecoach. Daar waren ze heel trots op. En we komen daar binnen en ze zijn dat mooie kerstdorp aan het opbouwen. En het eerste wat een van de kinderen zei van, dat kost toch heel veel stroom.